Als je er eenmaal bent, valt het eigenlijk best wel mee. Want ja, iedereen is hier dan voor het eerst. Dus iedereen heeft dezelfde spanning als jij. Dinsdagochtend, even na 8:30. Op het Willem Lodewijk Gymnasium worden de 115 eerstejaars leerlingen verwelkomd door rector Everdine van der Velden. 7 weken geleden verlieten deze scholieren de basisschool, waarbij hun schoolcarrière vandaag verder gaat op de grote school. Want vanaf nu zijn jullie 6 jaar lang dag in dag uit in dit gebouw. Jullie trekken intensief met elkaar op en met de WLG medewerkers. Ik wil hier wel leren, ik wil wiskunde wel leren en ik wil wel biologie krijgen graag. Nou, wiskunde, daar ben ik wel benieuwd naar. En dat zeggen Eline en Maarten. Vanaf vandaag zitten zij in klas 1A. En dat is de klas waar Marije van der Kooi mentor van is. Nou, morgen is de eerste lesdag. Vandaag kwamen ze eigenlijk hun boeken alleen ophalen. En ja, dat vinden die leerlingen toch wel heel erg spannend. De grote school. Heel veel boeken moeten ze opeens allemaal in die tassen meesjouwen. En ze krijgen hun lesrooster, dat is natuurlijk heel spannend. Dus ja, dat vinden ze wel heel spannend. Maar je ziet ook wel dat ze er heel veel zin in hebben. En dan is het moment daar om met een mentor naar een klaslokaal te gaan. Om daar vragen te stellen en om het lesrooster in ontvangst te nemen. Zodat je voor de komende week in ieder geval weet waar je naartoe moet. Wil jij wat vragen? We hebben volgens mij vrijdag hebben we... dan hebben we dat we zelf mogen kiezen wat we willen doen. Alleen dat is pas na het kamp en we hebben nog geen kamp gehad. Dus we zijn dan eerste 2 lessen vrij. Dus we kunnen nog uitslapen. Nou, de ene kant vond ik het wel lang. We hadden normaal tot het 8:00, dus dat was wel dus ongeveer tot 4:30 of zo. Inclusief pauzes. Dus dat vond ik op zich nog wel lang. Ja, over het verkorte lesnaal zal ik straks ook wat vertellen. Maar voor nu... Maar de eerstejaars staan er niet alleen voor. Het WLG werkt met een systeem dat bij vragen of bij problemen men terecht kan bij schoolgenoten die in de 5e klas zitten. Ik ben een van de begeleiders die met de nieuwe bruggers inderdaad meegaat op bruggerskamp. Daardoor ben je eigenlijk een maatje voor ze en dan kunnen ze het hele jaar naar je toe komen inderdaad. Om als ze zelf problemen hebben of als ze ergens anders mee zitten, als ze iets moeilijk vinden, dan kan je ze daarmee helpen. Ja. We zijn niet zo'n enorm grote school. We hebben ongeveer 750 leerlingen. Dus de afstand tussen leerlingen en docenten is vaak toch iets kleiner. Dus we hebben gewoon heel leuk goed contact met de leerlingen en de docenten onder elkaar. En volgens mij is het inderdaad een hele gezellige plek hier. En dat, ja, we hopen dat de leerlingen dat ook vinden natuurlijk. Ik hoop wel dat ik ze zo goed mogelijk kan helpen in de rol die ik voor ze heb. Ik hoop dat ik, als ze dan echt een probleem hebben, dat ik ze echt dat ik het probleem met ze kan oplossen. Dat is denk ik het belangrijkste, ja. Als jullie straks de boeken meekrijgen, de stapel... En dan is het onvermijdelijke moment daar. Het ophalen van de boeken. Ja, succes ermee. Nou, het past allemaal in mijn tas. In mijn schooltas, in mijn normale schooltas. Dus het viel nog mee, vond ik. Hoeveel boeken heb je nou ongeveer gekregen, denk je? 20 of zo. En dan ben je ook goed voorbereid van huis gegaan, want we zien daar een hele volle tas staan en je hebt volgens mij nog een 2e tas meegenomen. Ja, voor de zekerheid als alles niet hierin zou passen en het past net niet erin. 3 boeken passen er niet in. Al die boeken mee naar huis, dat wordt denk ik vanmiddag nog heel druk werken, denk ik, hè, met kaften. Ja, alleen ik heb heel veel rekbare kaften, dus ja. En je kunt wel een beetje goed kaften, dat heb je wel een beetje goed onder de knie? Nee. Dat gaat toch heel spannend worden dus? Ja. Of krijg je hulp? Hoop ik. Ik hoop dat mijn moeder me een beetje wil helpen. Morgen om 8:30, dan moet dat kaften klaar zijn. Voor klas 1A wacht dan de eerste les, religie en levensbeschouwing. Dat is nog voor jou, toch? Of niet? Ja, die zijn nog blijven voor mij. Goed, ik ga voor jou een plastic zak regelen, ja?